Dag vrienden. Nou ja, goed. Achter de feiten aan blijven rennen natuurlijk de rest van de week. Maar ja, hoort er een beetje bij. En ook kom ik aan het eind van de week mezelf weer glashard tegen. En kom ik tot de conclusie dat ik inderdaad al heel lang geen 25 meer ben. En dat ik dat ook moet bezuren. Nou goed. Het was wel gezellig, geloof ik. Geniet ervan. Goedemiddag alweer, vrienden. Het is donderdagmiddag alweer. Rond uurtje of één. Morgen om 7 uur van de boot gekomen ter Afmunde. Half 8 was het wel. En een draak van een file gehad bij Hamburg. Of iets van anderhalf uur tijd kwijtgeraakt. Dus eigenlijk iets van 11 kilometer hoorde ik op de radio. Van Oost-Hamburg tot aan Noorderelbe. Gewoon aansluiten, doorkabbelen. Middels de baan in, maar maakt er geen donder meer uit. Gewoon weg, tempo. Nou ja, met die verstande dacht ik natuurlijk nu heel erg achter de feiten aan het rennen ben. En dat wordt wel een beetje een dingetje. Heel simpel, ik moet eigenlijk nog lossen in Lochem. En nog lossen in Amersfoort. Nou, Lochem, dat wordt al. Ga ik even bellen, want dan ben ik net wel, net niet te laat vanmiddag. Dus het gaat nog niet een heel groot probleem opleveren. Maar Amersfoort, dat wordt wel heel krap. Want ik ga ook om 6 uur dicht. En dan ga ik morgen om 6 uur open. Dus mocht ik daar te laat zijn, dan hang ik wel tegen het dok aan, ga ik daar wel slapen. Want daarna moet ik naar de heer Hugo Waard omkoppelen, trailer wegbrengen, lege trailer wegbrengen en een volle weer aankoppelen. En dan ben ik morgenmiddag, vrijdagmiddag weer terug. Zien we nou weer hoe verder gaat lopen. Eerst maar eens even lang gas over de Boenerstraat. En nog een beetje van de tijd af kunnen schaven. Doe ons best. 16 graden is het gewoon. Ongelooflijk. Gewoon warm. Gewoon zonder jas aan het werk buiten. Ha! Ja, en nog geen 5 minuten later zit je achter een trekker op de Boenerstraat. En ja, dan gaat het lekker voorbij. Ja, het is best druk, dat is één ding. En ik heb ook heel veel papier aan boord. Oh, wacht, ik zie een gaatje. 18 ton papier. Dus mijn acceleratie is een beetje dat je denkt van kom maar, mag vandaag wel. Nou, gast erbij, doe maar, jij wil maar graag voorbij met je open. Moet je ook gaan. Ik ben geen Duitse vrachtwagen, ik rijd geen 60. Dus ik trek gewoon door.
tussen Raalte en Lochem richting het plaatje Heerte. Voor richting Holten. En eerst Heten. Koekoek. En weggetje. Heten. Holten. Dan komen we uiteindelijk aan Lochem. En dan gaan we lossen. Ik heb ze al gebeld. Ik ben een beetje laat. Ah, dat geeft niet, joh. We komen hier wel. We lossen hier wel. Geen probleem. En daarna ga ik door naar Amersfoort. Richting Amersfoort, maar ja, tegen de tijd dat ik daar ben, dan haal ik nog wel in rijuren. Net. Ja, dan zijn de vrienden daar al naar huis. Dus ik. Of eerder parkeren, of ik zet hem gewoon daar tegen het dok aan en slaap gewoon voor de deur. Om 6 uur morgen vroeg weer lossen. Dus. Als ik al voor de deur sta, hoef ik niet zo belangrijk vroeg op te staan. Hey. Nou, lekker een beetje door het. Nederlandse landschap, ook mooi. Geen snelweg, wederom prachtig. Nederlandse landschap is ook hartstikke mooi. Ook dit soort inweggetjes. Schitterend, een beetje links, een beetje rechts. Een beetje links durpies. Heerlijk. Enige nadeel van Nederland. Ik snap het wel, maar het is niet tof. Er zijn al die rotondes. Want, ja, ik heb bij de trainer vervoerder aan het gevoel met pellets met papier. Hoi, weet je wie je bent? Dan ken je mij wel. Maar, ja, gut. Dat moet ook allemaal weer in beweging komen. 17 ton papier. Nou, het komt het wel. Het gaat ook wel. Ja. Duurt even. Ondertussen wordt de file achter mij steeds langer en langer en langer. Al die automobilisten die denken, kutfilmpen, misschien joh. Nou, goed, dat laatste mij eigenlijk gewoon geen flikker, maar goed. Follow me, I lead the way. Of zo. Ik ga wel voorop.
komen we weer bij een rotonde. Dit keer weer het gas af. En dit is inmiddels denk ik wel de 10e rotonde die ik vanaf die Bleuze tegenkom. Ik kan me goed voor de verkeersdoorstroming. Maar ik heb nog een tonk in mijn tank. Oi, 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 oi. En dan tuffen we nu gezellig in Lochem. Langs Lochem, bij Lochem. Helemaal niet bekend voor. Het kunnen trouwens dat ik hier wel eens geweest ben. Ja, wel. Links afslaan. Ik moet even lekker niet. Ik weet het al wel weer, denk ik. Pak ik namelijk niet deze links, maar de volgende. Dan rijd ik om het pand heen en sta ik precies met de kont aan de goede kant om te lossen. Hetzelfde bedrijf is als wat ik in mijn hoofd heb. Maar ja, goed, dat is natuurlijk weer de vraag. Ja, doei. Ja, dankjewel. Ging van het gas af. Netjes, netjes, netjes. De juiste beslissing genomen. Bestemming bereikt aan de linkerkant. Ja, aan de linkerkant. Ze hebben namelijk hun magazijn bij deze linker roldeur. Dus ik zet mijn auto gewoon lekker langs de kant. Panieklampen aan. En precies met kontje. Bij een bal. Kut. Nou, dit was dus het randje van Lochem in Justitieterrein. 8 pellets eruit, meteen heb ik 3 kwartier pauze gemaakt, want dat was ook wel even nodig langs de mond na zoveel rijuren. En dan gaan we nu richting Amersfoort. Ik sta nog een beetje met mezelf in dubio. Of ik helemaal naar het adres rijd om te lossen en hem daar gewoon tegen een dok aanzet. Of dat ik onderweg ergens bij een pomp ga staan wachten. Dankjewel meneer, heel vriendelijk. Ik kom kijken voor rechts. Voorlangs weg was. Of dat ik hem bij een pomp neerzet onderweg. Ik zie hem wel even. Het is nog 1 uur en 1 kwartier rijden. Net over mijn 9 rijuren heen vandaag. Nou, dat zou de eerste keer zijn deze week. Wat dat betreft, al een dikke prima. Dan moet ik hier ergens links af. Oh, hij is groen. Ja, gas erop. Groen is, maar. Zijn
rijden die weer stil. We gaan nog even een toertje maken richting Amersfoort. Ik zie wel waar we gaan slapen. Stay tuned! Fijn dat het inmiddels weer wat warmer is geworden. Het is nu nog steeds 16 graden om 6 uur 's avonds. Het enige nadeel van dit weer is dat ook alle vliegbeesten weer wakker worden en hun weg weten te vinden naar mijn voorruit. Dus het wordt weer vaker vooruit poetsen. Moet gelijken, eraf boenen. Heb ik niet gemist. Twente. Zit er alweer genoeg. Hele goede morgen, vrienden. Fijne morgen. 9 alweer. Ik ben gisteren toen naar Amersfoort gereden en ik dacht dat de tent daar om 6 uur dicht zou gaan. En ik was tegen 6:30 in Amersfoort. Dus ik ben naar de truckstop gereden, de tweede steeg. Nooit geweest. Ben ik getipt door de collega. En daar een hapje gegeten en ik zat nog in de auto en er werd op de deur geklopt. Het bleek dat er nog een aantal collega's ook heen gegaan waren. Nou ja, dat was natuurlijk wel even gezellig. En dat werd heel gezellig en later en later en later. En nog een biertje erbij. Een biertje erbij met een barcootje. Maar ik had tegen 10:30 zoiets van, weet je wat, ik ga naar bed, want om 5:00 gaat mij wekken. Nou, die wekker vanmorgen was niet mijn beste vriend. Maar goed, 6:00 strak reed ik van het terrein af, zoals gepland. 6:10 stond ik tegen het dok, 6:15, bij mijn losadres. Niet tot 10:00 s'avonds open bleken te zijn. Maar goed, het maakt niet uit. Ik had toch geen rijuren meer, want ik moest daarna namelijk door naar Heer Ugewaard. En daar gaan we nu heen. Dan hebben we de lege trailer. Ik breng naar Heer Ugewaard. Koppel ik daar af. En ik neem een volle trailer weer mee terug naar Nieuw-Leuzen. Ordinair koppelwerk. Die hebben ze al voorgeladen. Daarna is het, denk ik, weekend. Dat vind ik op zich niet heel erg. Want heel gezellig gisteravond allemaal. Maar ik ben nog geen 25 meer. Dus ik heb altijd weer spijt van dat soort beslissingen. Ja, extra kopje koffie dan maar vandaag. Hè? Beetje kleine oogjes. Koppig. Overleven het ook alweer. Je hebt van die bruggetjes dat je denkt van, joh, 4 meter. Weet je het zeker? Tik, tik. Dat waren mijn antennes. En ik van, oeh, die slaag. En de eerste keer dat ik hier langs kan, denk ik van, oh mijn god, dat is wel heel laag. Maar ja, als je hier vaker langs komt, dan denk je van, nou, het past, dat weten we nu. Net. Zijn we nu bijna hier Ugewaard? Via Amsterdam, Ring Amsterdam, Zaanstad. Alkmaar. Nog een paar kilometer. Koppelen we de handel af.
draaien we weer om naar Nieuw-Leuzen. Ja, draaien we weer om. Niet helemaal. Ik denk dat we via Enkhuizen maar terug gaan of zo. Het waait wel hard, maar even kijken hoe het loopt. Panieklampen aan. Oh, dat mag niet. Dat is flauw. Want ik moet afkoppelen en aankoppelen. Ik ga even vragen waar ze hem willen hebben. Tijd terug zagen jullie bij Göteborg een treinspoor over de ringweg. Nou, dat hebben ze hier ook hoor. In Hoorn. Oh, baan. Drie banen. Bij het treinspoor er overheen. Blijf het bijzonder vinden. Nou, wie ben ik? Ik ben mijn chauffeur. Geen planner. Geen wegplanner. Whatever. Ja, dus. Zoals ik al zei, ik denk dat we via Enkhuizen gaan. Ja, dat doen we maar gewoon. Waait best een beetje, maar. Die weg wordt vaak afgesloten tussen Enkhuizen en Hoorn voor vrachtwagens als het hard waait. Maar het waait niet zo heel hard. Dus het heel wel. Je hebt niet zo heel veel zware vracht in. Dus, hij zit van voor naar achter vol. Dat weegt bij elkaar net 6,5 ton of zo. Wegwaaien doen we niet zomaar. De woeste hoogte. Hele bijzondere associaties. Want vlakbij Groningen hebben we de woeste hoeve. En dat is een 18 plus club, zullen we zeggen. Als je hier dan de woeste hoogte tegenkomt, dan ja, geeft dat een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Of ben ik nou de enige? Dan. Ik voel hem toch flink trekken aan die trailer. Nou, even tegensturen.
zolen van de sluis waait de wind precies tussendoor. Dus de auto die schommelt. En zeggen we welkom in Lelystad. Boom, en ik heb het over.